Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Givas DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel, informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hello everybody. Hebben jullie een goed weekend gehad? Ik in ieder geval wel. Dat doet me trouwens denken aan een DM die ik ontving. Hey Giva, laatst heb ik voor het eerst ecstasy gebruikt. Ik ging super lekker, maar mijn vrienden maakten zich zorgen, want mijn kaken vlogen echt alle kanten op. Ze bleven maar vragen of ik wel oké was, terwijl ik me fantastisch voelde. Ik begon me er uiteindelijk echt voor te schamen. Gebeurt dit vaker? En is het gevaarlijk? Kan ik er iets tegen doen? Ai Nina, een bekend probleem. Ik heb er zelf ook veel last van en je kan er zeker iets tegen doen. Dit gaat natuurlijk over kaakschaatsen. DM nu naar Spuiten en Slikken en krijg gratis tips. Kaakschaatsen, zagen, klapperkaak, allemaal benamingen voor dit fenomeen dat al dateert uit de jaren 90. Zoals we hier zien in deze historische beelden. Geen zorgen, deze internetgekkies zien er nu gewoon weer uit zoals jij en ik. Kaakschaatsen is namelijk een bijwerking van MDMA, de werkzame stof in ecstasy. En het kan dus iedere ecstasygebruiker wel eens overkomen. Wanneer je ecstasy op hebt, neemt de spierspanning toe, dus ook in je kaak. Dus je kaakspieren die worden stijf en trekken samen. En hierdoor kun je dus gaan kaakschaatsen. En daarnaast trekken sommige mensen hun boven- en ondergebit hard tegen elkaar. En kan je gaan tanden knarsen. Dus ecstasy is niet bepaald tandvriendelijk. Maar dit probleem is verleden tijd met de volgende tip. Tip 1. Een fijne gebruikersdosis met zo min mogelijk gezondheidsrisico's is 1 tot 1,5 milligram MDMA per kilo lichaamsgewicht. Dus stel je voor, Natas, die wil een avondje feesten. En ze weegt 60 kilo. Dus dat zou betekenen dat voor Natas 60 tot 90 milligram MDMA de perfecte dosis is. Oh, en neem het niet in één keer, maar bouw het stapje voor stapje op. Die yoga-houding. Tip 2. Heb je nou per ongeluk te veel MDMA genomen en lijkt het alsof je de finale kaakschaatsen aan het rijden bent? Dan is het tijd voor het kauwgom-experiment. Je neemt wat kauwgom en kop in je mond. Vervolgens kijk je of de kaken meer of minder zijn gaan klapperen. Let wel op. Doe dit met een jury eromheen. Het is namelijk zelf moeilijk om te beoordelen. Gaat je kaak nou minder schaatsen? Gefeliciteerd! Dan behoor jij tot de lucky few voor wie kauwgomkauwen werkt. Maar doe dit niet de hele avond. Maar geloof me, daar ga je echt spijt van krijgen. Gelukkig is kaakschaatsen niet echt gevaarlijk. Tenzij je kaken onder zoveel spanning staan dat je ze niet meer van elkaar afkrijgt. En in dat geval heb je een kaakklem. Nou, gebeurt dat gelukkig niet vaak. Mocht dit bij jou gebeuren, zoek dan direct medische hulp. En ga je nou niet minder zagen, maar ga je wel hartstikke lekker, dan heb ik de oplossing voor jou. Ben je het nou ook zo zat dat mensen altijd aan je vragen, ga je wel lekker? Terwijl je hartstikke lekker gaat, is zonde van de tijd. Tijd die je veel beter kunt steken in dansen en tegen je vrienden vertellen hoeveel je van ze houdt. Neem dan deze Ik Ga Lekker kaartjes, inclusief moderne keycord, met je mee. Klik op het duimpje omhoog en er verschijnt een link in de bio waarmee je deze kaartjes kunt downloaden. Weg met ongevraagde vragenstellers en hallo disco. Tip 3. Als je MDMA of ecstasy hebt gebruikt, komt je lichaam in stressmodus. En diezelfde modus gaat ook aan als je in groot gevaar bent, de zogenaamde fight or flight reflex. Maar ja, al die stress is onnodig als je lekker aan het gaan bent. En daarom is het goed om je kaak tijdens het klapperen te voorzien van een ontspannende massage. Je doet je mond een klein beetje open en legt je tong tegen je ondertanden aan. Vervolgens plaats je je vingertoppen op je kaakgewricht. En dat zit hier aan de onderkant van je kaak. Hier draai je dan vervolgens rondjes om. Minimaal 30 seconden terwijl je in- en uitademt. En voel de spanning uit je kaak verdwijnen. Nou, volgens mij kan Natas ook wel wat extra ontspanning gebruiken. Dus dit is ook gewoon top om af en toe even te doen bij je vrienden. Namaste. Dat was hem weer voor deze week.
Volgende week weer een DM. Meer tips, meer tricks, meer antwoorden, meer oplossingen. En misschien wel meer Natasja. Heb jij nou nog een vraag, een drugsseksvraag of een seksdrugsvraag? En dat is nog niet eens alles, want like en abonneer ook binnen 1 minuut. En kijk ons hele YouTube-kanaal helemaal voor 0 euro per maand.